Sarah Blondeel, we zijn hier vandaag in Vosslaar. Jullie moesten tegen Loenhout winnen om kampioen te spelen. Dat is gelukt, hè? Ja, dat is zeker gelukt. Eerst nou, het was heel goed. Ik denk dat het 6-1 was na de eerste helft. Dus dat waren we eigenlijk al vrij zeker. Dat was er dan te zien in de tweede helft. Dat was iets minder. Maar over heel het seizoen denk ik wel dat het verdiend is. Dus we gaan vieren vandaag. Ja. Dat is zo. Jullie gaan nu naar die nationale reeksen. Hoe zie je dat? Ja, we weten het al even dat er wel in zit. Dus we zijn ons daar volop op aan het voorbereiden. Er zijn heel wat versterkingen die gaan komen. Want er vallen er misschien wel een paar naast of af die stoppen met voetballen. Dus ik denk met de nodige versterkingen dat we wel een ploeg hebben om daar, ik zeg niet mee te draaien van boven, maar toch wel om erin te blijven. Dat denk ik wel. Ja, Westerlo achterna. Ja, dat is, we vonden het jammer dat ze weg waren. Dus we gaan ze terug. Terug hopelijk een mooie wedstrijd, maar zij zijn wel heel sterk dit jaar. Dus ik denk dat we nog wel wat moeten wat trainen en wat versterkingen binnenhalen om daar gelijke tred mee te komen. Maar we hebben nog tijd, hè. Het is nog even, dus we gaan ons daarop voorbereiden. En nu is het nog een beetje feesten vandaag, want er is hier veel publiek vandaag. Hè? Ja, inderdaad. We hebben het even moeten uitstellen, want normaal het feestje was vorige week gepland. We hadden een bus en alles. Maar thuiskampioen spelen is natuurlijk heel leuk en ja, heel veel volk, dus dat is superleuk. Ik hoop dat ze allemaal mee gaan vieren en dan wordt het nog een lange nacht. Proficiat en ga maar mee feesten. Ja, dankjewel. Sorry.